Welkom allemaal bij de video over het UML Deployment Diagram. Zoals gisteren al aangekondigd in de stream van Lennart zijn er een aantal technische deliverables die jullie moeten opleveren voor het einde van sprint 4. Eén daarvan is dus dat UML Deployment Diagram. Probeer ik hier een zo kort mogelijke video over te maken. Pauzeer hem, skip hem door, you know the drill. Oké, laten we meteen beginnen. Eerst even, wat is een Deployment Diagram? Jullie kennen al een class diagram, wat ook van de UML standaard is, dus de Unified Modeling Language. Er zijn verschillende type diagrammen binnen. En naast de class diagram heb je bijvoorbeeld een activity diagram of dus een deployment diagram. En een deployment diagram is heel mooi om de architectuur in kaart te brengen. De database, de frontend, de backend, misschien een externe API. En daarnaast om op hoog niveau binnen bijvoorbeeld een webserver of een server aan te geven wat belangrijke endpoints zijn, wat belangrijke dependencies zijn. En dat gaan wij dus doen voor het PAD framework. Ik heb het, jullie framework zal verder uitgebouwd zijn dan de mijne. Ik heb hetgeen gepakt waar ik ook de vorige video's mee gemaakt heb, in combinatie met ook een paar OBA dingetjes erin. En daar wil ik aan de hand van een programma, wil ik dus dat diagram mee gaan maken. Welk programma is dat? Dat is UML-ED. Sommigen van jullie kennen het misschien al. Hier maken we ook class diagrams mee, maar hier kun je ook heel mooi ons deployment diagram mee maken. Je kunt de webvariant ook pakken. Ik vind de standalone versie fijner voor Mac, dus deze heb ik geïnstalleerd en die ga ik openen. Heb ik hier een nieuw diagram aangemaakt en dan zie je hier al UML structure en deployment staan. Hier zie je dus al volgens de UML-standaard al die type diagrammen. En voor sommige andere types zullen we ook een paar pijlen gaan jatten. Bijvoorbeeld dus die class diagram. Goed, laten we beginnen met hoog over te bepalen wat er in ons diagram moet komen. En daarvoor wil ik eventjes naar de IntelliJ gaan om eens te kijken. Zien we natuurlijk al die folders, de server en de SRC. Ook wel de frontend en de backend. Nou, die kunnen er sowieso in. Het zijn twee belangrijke nodes. Met daarbinnen een aantal artifacts die we gaan definiëren. En ik wil dat eigenlijk doen stap voor stap. Zoals gezegd, eerst hoog over. Server, source, backend, frontend. Maar natuurlijk daarnaast ook de database die gemodelleerd moet worden. Jullie hebben een database op HWO IST Cloud en daar willen we ook een node van maken. Kan misschien ook zijn dat jullie een stuk hardware hebben of nog een andere API waar jullie een request naar kunnen doen. Ga ik ook een paar voorbeeldjes van laten zien. Nou, weet in ieder geval dat drie nodes die sowieso in jullie PAD-project zitten, dat zijn de backend, frontend en database. Dubbelklik ik om de nodes op het veld te spawnen, laten we maar zeggen. Eerste node. Gaan we noemen. Dat doe ik dan tussen deze twee haken. Server, type, ook wel de backend. Ik zet hier even je team neer. Dus het komt overeen met HBO IST Cloud. Ik gebruik team 10, want die bestaat niet binnen OBA. En dan zet je ook even de URL van je server zet je daarom neer. OBA10.hbo-ict.cloud. Twee middelstreepjes om een lijn te maken. Dan gaan we later de invulling doen. Nog een node is de database. Zet ik tussen twee haakjes database. Dus rechts onderin kun je al die properties elke keer editen. MySQL database. En zet ik ook het schema even neer. PAD OBA 10. Twee streepjes. Zo, nou, ik weet dat deze het grootst gaat worden. Je moet het meest gaan modelleren. Dus die ga ik wat groter maken. En dan deze node hebben we nog over voor de SRC, de frontend. Ga ik type client neerzetten. Ook wel frontend. Twee streepjes. Invulling komt zo. Mocht je nou nog hardware hebben of een externe API, dan kom ik aan het einde van de video kom ik daarbij. Oh. Zo, laten we eens beginnen bij de server. En dat wil ik een beetje doen aan de hand van de broncode.
Binnen die server zitten allemaal foldertjes. Waaronder jullie config voor de HBOST Cloud. Nou, die wil ik daar niet per se in opnemen. Cypress testing hoeft er ook niet per se in. Utils zijn echt utils. Helpers, die hoeven eigenlijk ook niet in het diagram. Ik wil echt hoog over een lezer wat geven wat echt wat zegt over onze API, hoe die precies werkt. En dan kom ik eigenlijk meteen bij het bestand app.js uit. En daar zitten namelijk al onze routes in, al onze endpoints in, waar de frontend mee kan verbinden. En die endpoints die maken ook gebruik van de database. Dus dat is een hele belangrijke. Die gaan we sowieso opnemen. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we eigenlijk nog zeggen, wat voor type server is dit nou? Daarvoor wil ik nog een node gaan toevoegen. Dus een node gaat echt over een bouwblok. Vaak ook een machine. Nou, in dit geval is dat niet helemaal zo met Node.js. Maar hier zie je dus wel machine, machine, machine. En dit noemen we de server application. Die draait in de Chrome V8 engine. Dat is namelijk de engine waar Node.js in geprogrammeerd is. Dus dat wil ik er graag bij zetten. En verder hebben we hier Node.js in combinatie met Express.js. Web Application Framework Express.js. Wat dus een dependency is van NPM die we inzetten. Mooi, dat is het hoge gedeelte. Dan had ik het net dus over die app.js. Daar ga ik een artifact voor aanmaken. Artifact gaat vaak over een file. Dus artifact is van type API endpoints, laat ik het noemen. Bestand app.js. En dan wil ik hier een opsomming hebben van alle routes die wij te bieden hebben. Iets groter, zo prachtig. Zo. Ik weet dat er wel een aantal inkomen zometeen. Mooi. Nou, daarvoor gaan we eens kijken welke endpoints hebben. Slash availability. Een stukje van de OBA. Slash user login. Ik kan option shift gebruiken om meerdere dingen te selecteren. Wel op Mac. En slash event van mijn eerdere video's. Die vier ga ik kopiëren. Dat zijn alle endpoints die erin zitten. Zijn er ongetwijfeld meer bij jullie. En dat zijn ook allemaal post requests. Zet het er ook even bij. Post. Super, hebben we die. Dan is zo'n UML deployment diagram ook heel fijn om te laten zien welke dependencies je hebt. Vind ik ook een hele belangrijke. Package.json. Nou, hebben we al onze dependencies en dan wil ik niet de dev dependencies opnemen. Die vind ik voor het diagram niet belangrijk. Maar wel de normale dependencies. Pak ik ze weer alle vijf. Ga ik weer een nieuw artifact aanmaken. Zo. En dat wordt dan dependencies. Package.json. En daar zet ik alle dependencies neer. Beetje puzzelen en schuiven af en toe. Hop. Nou, super. Het kan zijn dat je nog een ander belangrijk artifact hebt die je hier wilt tonen. Maar ik vind deze de basis om mee te beginnen. Wat een hele mooie overview geeft aan een externe lezer. Wat zit er in jullie applicatie? Nou, zou het wel heel mooi zijn om ook weer te geven hoe die in verhouding staan tot die Node.js, die server application. Dus daar gaan we een paar pijlen voor toevoegen. Pak ik hier van de dropdown, pak ik UML class. En dan ga ik ten eerste de dependency pijl pakken. En nou, je raadt het al, die gaat ook naar de dependency artifact toe. Dus de server application is dependent op de dependencies in package.json. Die API endpoint, die wil ik gewoon een normale associatierelatie geven. Dus heeft te maken met. Er zijn ook al gevorderde UML-pijlen, maar ik wil hem voor nu even simpel houden. En dan pak ik hier al de
associatiepijl. Wow. Doe ik hem even zo. Af en toe een beetje rommelen met die pijlen. En dan wil ik die eigenlijk gewoon beide kanten op maken. Dus ik haal dit weg, zodat ik geen arrowhead meer heb daar. Super, dat was de server. Dan kunnen we de database ook gaan doen. En die wordt wat globaler. Want jullie hebben natuurlijk het EAD om echt het model van de database neer te zetten. Dus ik ga hier mijn tables alleen neerzetten. En dat wordt dan voor mij users en events. Ik heb er niet zo heel veel natuurlijk. Kale applicatie. En dan kan je erbij zetten. Zie EAD voor database model. Oké, okay, top. Dan de frontend. Gaan we weer eens kijken. Klap ik server, klap ik dicht. SRC. En nu wil je natuurlijk niet al je HTML-files, al je JavaScript-files gaan neerzetten hier. Eigenlijk ook weer de belangrijke dingen eruit pakken. Normaal zou je misschien iets van een class diagram maken voor een Java-applicatie of een C-sharp applicatie, maar dat is met JavaScript wat lastiger, omdat die strikt niet helemaal 100% OOP ook is. Dus daarom hebben we ervoor gekozen ook om zo'n deployment diagram te maken. En dan gaan we eigenlijk alleen hoog over laten zien dat we een MVC applicatie hebben met bepaalde dependencies. Dus die gaan we hier neerzetten. Niet specifiek files dus, maar wel dus dit soort dependencies. Dit zijn onze eigen files, maar er is een ding als een Bootstrap en een jQuery heel mooi om in die client neer te zetten. Ja, gaan we terug. Maak eerst een node voor die MVC-applicatie waar we het over hadden. Zo. En die noem ik even type MVC-applicatie. En dat is het pad-framework. HTML, CSS en JS. Zo. Oké. Dan is onderdeel van die client is ook een browser. Dus die ga ik ook even algemeen neerzetten. Webbrowser. Oké, dan is eigenlijk de enige die er nog bij willen doen, is de dependencies. En daar ga ik weer een artifact van maken. Zo. En die noem ik dan externe scripts. En dat zijn dus al die scripts in de index met HTML. Ja, het verschuiven, dat kost eenmaal een beetje veel tijd. Is even niet anders te vinden in index met HTML, die dependencies. En dan ga je hier een lijst neerzetten. Nou, wij zagen dat we eigenlijk alleen Bootstrap en jQuery hebben in mijn versie. Ongetwijfeld dat jullie hier meer hebben en dat ga je hier dan ook opsommen. Eigenlijk net als dat we dat hier gedaan hebben. Kunnen we die pijl ook meteen jatten? Ach nee. Yes. Zo. En dan zou je hier ook nog een algemene associatie tussen kunnen maken. Zo. Oké. Dat is de frontend. Nou goed, laat ik even voor nu zo. Nou, beginnen we eigenlijk een heel mooi beeld te krijgen van onze applicatie. Zie ik hier nog een spelfoutje. Moet wel netjes zijn natuurlijk. Nu is het nog zaak om al die verschillende nodes aan elkaar te knopen. Dus wie heeft een relatie met wie? En op wat voor manier? Ga ik een dependency pijl gebruiken voor de database? Want de applicatie is wel degelijk afhankelijk van die database.
En dan ga ik weer een associatie gebruiken voor de frontend en de backend. En die kan eigenlijk beide kanten opgeïnterpreteerd worden. Nou, niet zo in ieder geval. En het slepen met die pijlen is, ja, een beetje drama. Oké. Okay. En dan hebben we een associatie. Mooi, super. Dan had ik het erover dat je eventueel ook nog een externe API kan hebben. In dit voorbeeld vind je dat hier bijvoorbeeld terug. Ik heb een... Oh, dat is trouwens wel een get. Zal ik even aanpassen zo. Ik heb hier de slash availability en die linkt eigenlijk weer door naar de OBE API. En die JSON van de OBE API wordt hier weer ontvangen en ook weer doorgegeven. Dus het zou mooi zijn als we deze ook in kaart kunnen brengen. Ongetwijfeld dat jullie ook externe API's hebben, misschien andere deelprojecten. Dus ik ga een node maken voor die OBE API. Noem ik externe API, OBA API met deze URL. Ik weet dat daar een OBA secret key en OBA public key nodig is. Vind ik mooi om erbij te vermelden, een stukje authenticatie. Auth noem ik die. En dan zou je daar ook nog neer kunnen zetten. Oh, ik moet even wat verplaatsen dan. Zo. Zo. Zodat deze even groter kan worden. En dan wil ik hier ook graag neerzetten welke endpoints ik dan gebruik. Endpoints. In ons geval is het alleen slash availability. Dus ik zet daar neer slash availability. En ook dat is een dependency voor onze applicatie. Om goed te werken. Dan was dit nog een get, hè? Zo, up. Get. Mooi. Zoals die externe API. Had ik het ook nog over hardware. En daarvoor zou je dus gewoon nog een extra blokje kunnen maken. Stel je voor, je hebt een Raspberry Pi met een stukje Python erop draaien. Noem ik hardware Raspberry Pi 4 Model B. Zou je nog kunnen zeggen. Er heeft misschien iets van Django. Even netjes. Zo, hoppakee. Django. Python. Nou, ik denk dat jullie wel een beetje door hebben hoe ik al die nodes invul. En er moet natuurlijk dan ook een pijl tussen. En zo hebben we een hele basale versie van een UML deployment diagram gemaakt van het gehele project. En wat je kunt doen is deze zou ik sowieso even opslaan in het UXF formaat, wat de UML LED formaat is. Maar daarnaast kun je er ook een PDF en een JPEG... Oh, dan ga ik een e-mail sturen. Nou, zelfs dat kan met dit prachtige programma. Maar je kan er JPG, GIF, alles kan je ervan maken. Zet die op je GitLab en dan heb je een mooie UML deployment diagram gemaakt. En dan was ook meteen de video. Heel veel succes met het maken van het diagram en tot ziens.